De rol van de winkel is in 2030 enorm veranderd. In het begin van de 21ste eeuw lag het initiatief om te shoppen nog volledig bij de mensen zelf. Ze gingen naar een winkel, uitten hun wens en de verkoper probeerde hier een zo goed mogelijk product voor te vinden. In 2030 kent de cloud iedere persoon beter dan de mens zichzelf kent. Er is sinds 2010 zoveel data vergaard over iedereen, waardoor er van praktisch ieder mens op de wereld een profiel bestaat. Aan de hand van dit profiel worden er vanzelf passende aanbiedingen gedaan. Vroeger dacht men nog dat iedereen uniek en onvoorspelbaar was. Maar sinds de komst van big data en machine learning weten we dat we allemaal in patronen leven. En de cloud is in staat om voor ieder mens dit patroon te berekenen en te voorspellen. Iedere aanbieding die de cloud doet, is nagenoeg altijd een perfecte hit. Ons hele leven wordt voorspeld, tot en met de boodschappen aan toe. We hoeven niet meer na te denken wat we vanavond willen gaan eten. Dat heeft de cloud al voor ons bedacht. En af en toe krijgen we nieuwe suggesties en dan zijn we blij. Iets nieuws waarvan we eigenlijk al weten dat we het lekker zullen vinden. Berekend door de cloud, op basis van het gedrag van de rest van de mensheid. De meeste aankopen worden in 2030 dan ook niet meer in de winkel gedaan. Er is geen vaste plek meer om dingen te kopen. De hele dag door kunnen we aanbiedingen krijgen. De cloud weet precies wanneer en in welke situatie er iets relevant is voor iemand en berekent dan of en welk product er aangeboden wordt. Er zijn nog wel winkels, maar die hebben dan een ander doel. E-commerce is inmiddels zo ver doorontwikkeld dat de meeste consumenten niet meer gaan lopen slepen met spullen. Verreweg de meeste artikelen worden bezorgd. Alleen kleine en lichte goederen wil men nog wel meenemen uit een winkel. Aangezien levering vaak al dezelfde dag is, kiest men voor het gemak. Een mooi voorbeeld van de verandering is de kleding. Men gaat nog wel naar een winkel om zelf te zien hoe een aangeboden artikel staat. Als men dan overtuigd is en kiest om het aan te schaffen, dan scant men slechts met zijn of haar smartphone de tag. Klanten hoeven dan alleen nog maar te bevestigen en te betalen. Later op de dag wordt de kleding thuis afgeleverd vanuit het centraal magazijn. Er zijn een paar uitzonderingen. Goederen waarop men zich verheugd heeft om aan te schaffen, die wil men het liefst direct mee kunnen nemen. Als voorbeeld de nieuwe iPhone XX. Al maanden is men lekker gemaakt met allerlei verleidingen. En nu deze eindelijk leverbaar is, wil men deze dan ook direct meenemen. Nog een paar uur extra wachten is dan alleen maar vervelend. Alleen als men een heel bijzonder model wil, dan is men bereid te wachten. De winkels hebben meestal alleen voorraden liggen van populaire modellen. Winkels bestaan nog wel, maar hebben meer een functie als experience center. Klanten moeten toch zichzelf vaak nog overtuigen alvorens tot aankoop over te gaan. En winkelen wordt gezien als een leuke tijdbesteding. De rol genaamd verkoper bestaat niet meer. Deze is inmiddels gewijzigd naar shop ambassador. Klanten helpen zichzelf voornamelijk. De shop ambassadors zorgen ervoor dat deze ervaring zo zorgeloos mogelijk verloopt.